Hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag. En wij zijn vandaag best wel vroeg wakker geworden. Ik heb me toen een beetje klaargemaakt. Even mijn make-up gedaan en mijn haar. Mijn haar moet ik nog wel even zo bijwerken. Want ik moet zo dus buiten shooten voor een samenwerking. En Nassim gaat me daarbij helpen. Alleen ik heb echt heel veel pech met het weer vandaag. Want het is echt gewoon onwijs aan het regenen. En ik heb even een buienradar. Ik heb even op buienradar gekeken. En het zou zo met een uurtje moeten opklaren. Dus als ik heel veel geluk heb, kan ik nog buiten shooten vandaag. Dat zou echt top zijn. Dan heb ik het ook gewoon achter de rug. Nessie komt zo thuis en dan gaan we eigenlijk gewoon meteen naar buiten. Voor de rest heb ik op de laatste twee vlogs wat reacties gehad over dat mijn vlogs een beetje aan de korte kant zijn geworden. Daar ben ik het totaal mee eens. Ik zat er gewoon niet zo heel erg goed in. En ik probeer het gewoon nu een beetje op te pakken. Dus als het goed is, vanaf nu iets langere vlogs weer. En ja... Let's do this. Oh, dit is een beetje de schade. Ik heb even alles uitgepakt. Ik heb deze net allemaal even gepast. Ze zitten niet uit. Maar er zitten echt heel veel leuke dingen tussen. En waarschijnlijk kan je mijn favoriet al raden. Want het is gewoon dit. I love this. Maar ik moet het echt nodig strijken. Ik heb nu dus deze jumpsuit aan. Ik vind hem echt super cute. Hij is best wel kort, maar heeft lange mouwen. Ja, echt super cute. Ik moet hier alleen nog even wat sieraden bij omdoen. En dan... is het perfect. Even mijn haren los. Hij zit ook echt lekker fijn. Lekker losjes. En als het goed is... Nee, hij schijnt niet door. Gelukkig. Dit is waarschijnlijk mijn eerste outfit. Oké, ik ben ready. Dit is mijn eerste outfit. Het is een jumpsuit. Dit zo beter kunnen zien. Dit is mijn eerste outfit. Het is een jumpsuit met lange mouwen. Love it. Hij zit echt heel erg lekker. Oh, ik heb, even kijken wat er ligt. Ik heb alweer mijn vierde outfit aan. Het gaat eigenlijk best wel snel, Enes. Het gaat beter dan je verwacht had, hè? We are making movies. Ja, ik moet nog 3 keer omkleden. Dat doe ik eigenlijk allemaal in de auto. Dus Nesim zit dan echt gewoon voor het raam mij te bedekken. Dus dat is af en toe wel een beetje spannend. Maar het gaat op zich wel goed. Ik ben wel geslopen en ik zweet me dood. Maar ja... Ik ben best wel happy. Even snel weer een andere outfit aandoen. Dan moet ik mijn broek weer uittrekken. Daar heb ik echt helemaal geen zin in. En dan moet ik een rokje aantrekken. Wel een heel leuke outfit. En wij zijn nu bij Annabel. En we maken een beetje gebruik van deze omgeving. Er zijn hier heel veel leuke kleureffecten. En dan kan je best wel een beetje mee spelen eigenlijk. Dus dat is wat we aan het doen zijn. Dus deze hele outfit is van Boohoo.com. En ik heb dus... de broeken van de lijn Petit. Want ik ben natuurlijk een beetje klein. En ze passen perfect. Dus daar ben ik heel blij mee. Oh, jongens, ik ben weer omgekleed. En we rijden toch wel even naar ergens anders naartoe. Waar willen jullie naartoe eigenlijk? Je wil richting station, hè? Nee, gewoon deze straat wil ik spelen. Oh, dat is toch bij het station? Of is dat niet... Nee, is die straat van Hollywood. Oh, Hollywood! We gaan hier dus shooten zo. Yo. En wat is hier mooi dan? Nou, de diepte met de gebouwen kan mooi zijn. Ja, we kunnen ook gewoon loezel gaan doen. We zijn inmiddels al een tijdje thuis. Nessie had al gegeten, maar ik nog niet. En ik had toen aubergines voor mezelf gepakt. En ik heb dus voor het eerst halloumi uitgeprobeerd. Dat is kaas die je ook gewoon kan bakken. En ik vond het echt heerlijk eigenlijk. Dat ga ik echt vaker uitproberen. Daarna ben ik even naar de Albert Heijn gegaan. En ik heb even voor mezelf weer koffieroom gehaald die ik kan drinken. En ik heb voor het eerst de Folk gehaald. Dat is een heel dik nummer. Het is een modenummer. En ik dacht ik koop het gewoon. Want dan haal ik een beetje inspiratie uit voor outfits ofzo. Dat vind ik wel leuk om even te kijken van wat er nu allemaal een beetje in is. Superleuk. Ik ga nu even koffie drinken en daarna moet ik echt heel hard aan de slag. Want ik moet 2 video's gaan editen voor 2 verschillende samenwerkingen. En daar ben ik wel even mee bezig. Ik hoop echt dat ze een beetje mooi gelukt zijn. Ja, dus dat is een beetje wat ik vandaag ga doen. Ik merk alweer dat ik echt gewoon super weinig heb gevlogd. Maar goed, dan moet ik gewoon een andere dag hieraan vastplakken. Ik zat op de bank doelloos Catfish te kijken, terwijl ik echt nooit kijk. En toen dacht ik, fuck it, ik pak gewoon mijn laptop en ik ga gewoon gelijk aan het werk. Het is nu nog lekker licht, dan kan ik in de avond lekker chillen. Het is gewoon weer keihard aan het regenen. Dit weer is echt niet normaal. Ik ben dus net klaar met mijn eerste video.
voor de eerste samenwerking. En zoals je ziet is het nu al super donker buiten en ik moet nu nog aan de tweede beginnen. Echt heel sneu. Nessie is nu gaan joggen en is nu opeens keihard aan het regenen. Dus ik denk niet dat het doorgaat en ik denk dat hij zo weer gaat aanbellen. Ik ben nu bezig met de tweede video. Ik moest eerst even naar een liedje zoeken voor onder mijn video. En daar ben ik zo slecht in, aangezien ik gewoon totaal niet op de hoogte ben van wat voor liedjes er nu hot zijn. Omdat ik gewoon... Ja, het is zo raar. Vroeger, elke keer als er een nieuw liedje was of zo, ik kende het helemaal uit mijn hoofd. Ik kende alle liedjes, zelfs van artiesten die helemaal niet zo bekend waren. En tegenwoordig, ja, ik moet me echt even ergens horen of zo. Dat ik denk van, oh, dat is een leuk liedje, dat ik het dan zelf opzoek. En dat heb ik dus ook laatst met het nieuwe liedje van Justin Bieber. Maar... anders luister ik het gewoon echt niet en zoek ik gewoon de artiesten op waar ik normaal gesproken naar luister. En ik heb nu weer echt een periode met Arabisch muziek. Dus ja, ik loop gewoon achter. Maar ik heb nu een liedje van Ariana Grande. En ik ken die dus omdat Nessie hem altijd meezingt. Ik ga helemaal stuk. Ik ben klaar met de tweede video. En Nessie heeft hem nagekeken, maar Nessie vindt hem helemaal niet goed. Dus hij gaat de puntjes op de i zetten. Hij is echt gewoon veel beter in editen dan ik. Maar ik heb echt mijn best gedaan. Hoe vind je het? Welke cijfer geef je mij? Eerlijk? 6. Een 6? Zoveel moeite heb ik gedaan? Als Ariana Grande zegt, my hair, bla bla bla, doe ik ook zo met mijn hair. You like my hair? Gee, thanks. Just got it. Dat is toch mooi editen? Ik vind deze shot mooi. Schat, je kan... Kijk die slow-mo. Er is toch een verschil tussen deze slow-mo en deze? Nee, ik zie het niet. Heb je deze slow-mo gemaakt? Nee, hij was slow. Ja, ja. Ja, toch? Maar je ziet toch een verschil? Kijk hoe smooth deze is. Kijk dit. Maar waarom heb je niet alles zo slow-mo gedaan, zo opgenomen dan? Dat kan toch niet? Maar ik vind het een heel mooi shot. Oh, wat laat. Ik ben klaar met de tweede video. Zo, ik ben echt agressief. Je moet mij niet filmen, ga weg. Ik ben echt agressief. En dus hij is vandaag een beetje boos op mij. Maar dan moet er niet op letten, want hij is elke dag boos. Ik ben echt elke dag boos. Ga weg. Ik ben helemaal niet boos. Ik ben teleurgesteld. Teleurgestelde boy. Waarom dan? Huh? Waarom dan? Je, dat ga ik niet zeggen. Ik ga het niet zeggen. Zo, het is hier echt super donker, maar ik ben nog alleen thuis. Zo, ik kon niet slapen, het is inmiddels 4:15. Ik vertel je morgen even waarom ik niet kon slapen. En ze is net thuis en heeft lekker een schaaltje met komkommer en zo en druiven en zo. En ik krijg voor zichzelf aan gaat eten en ik ben heel blij dat ik thuis is, want ik was bang. Hm? Want ik was bang. Ja. En ik heb gezegd, je moet niet naar dat soort filmpjes kijken. Ik ging gewoon een beetje googlen. Een beetje bij beetje kom ik bij gekke filmpjes. Maar dat doe ik nooit meer. Hey. I got her to wait for me. She already know that I'm a rock star. Dropping all these seats like I'm a pop star. I could drive around and drift like it's a NASCAR. And that's my stat dog. Soon I'll be an actor. Yeah. She knows that I'm a rock star. Dropping all these seats like I'm a pop star. I could drive around and drift like it's a NASCAR. And that's my stat dog. So for the night, yeah, she'll be my ride. Loving the vibe. Yeah. She looking fly. If she a 10, I would be grading out of 5. If she